bevinden ons nu op de low care. Hier worden armbreuken geholpen en hechtwonden. Vervolgens gaan we naar de high care toe. Hier worden de ziekere patiënten behandeld. Gaan we nog verder. We hebben een eerste harthulp bestaande uit 6 bedden. Daar worden alleen patiënten met cardiale klachten opgevangen. En dat is nog niet eens alles. De spoedeisende hulp en de huisartsenpost onder één dak zorgt ervoor dat het de grootste spoedeisende hulp van Nederland is. Daarom wordt het ook een spoedplein genoemd. Niet alleen de grootte is nieuw, het brengt ook een andere manier van werken met zich mee. Patiënten worden bij binnenkomst meteen gescreend door een verpleegkundige. Die verpleegkundige die bepaalt waar de patiënt wordt behandeld. Wordt hij behandeld in de spoedeisende hulp of door de huisarts? En dat bepaalt zij. Ze is er ook speciaal voor opgeleid. En dat moet er dus voor zorgen dat de echte spoedgevallen sneller geholpen kunnen worden. De huisartsen behandelen de minder ernstige patiënten. Ja, er komen nog steeds zelfverwijzers naar de spoedeisende hulp. Een aantal van volledig terecht, maar een aantal daarvan kan ook prima door de huisarts bekeken worden. Nou, wij als huisartsen werken hier graag aan mee. Waarom? Omdat we onze maatschappelijke rol graag op willen nemen. Namelijk dat we gewoon een hele goede huisartsgeneeskundige zorg hier aan kunnen bieden tegen goede prijzen. De goedkoopste zorg op de juiste plek kunnen bieden. En dat is eigenlijk wat wij met z'n allen als huisartsen hier in de regio graag willen. En niet alleen de manier van werken is anders. De spoedeisende hulp bestaat ook uit veel nieuwe apparatuur. Nou, nieuwe materialen, nieuwe technieken. De monitor hebben een hele update gehad. Dus je kan echt met de laatste materialen kan je hier heel goed aan de slag. Dus de materialen, de inrichting, het overzicht, het heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Wij zijn het eerste hartcentrum, dus we krijgen heel veel mensen binnen met pijn op de borst. En deze CT-scan is echt zo snel dat hij een scan kan maken van het hart in één hartslag. Dus daardoor krijgen we echt ontzettend mooie plaatjes. Dus daar zijn we heel blij mee, absoluut. In de nacht van woensdag op donderdag gaat de spoedeisende hulp verhuizen. Donderdag is het spoedplein open voor patiënten.